Stoomvaste. Stoomvaste Radio. Voor u. Voor jou. Voor ons allemaal. Naar Paramaribo. Van De Gemeenschap is een swingende politieke comedy over drie vrienden die vanuit het Kinder-Nederland ervan dromen om naar Paramaribo te gaan. Maar hoe mooi is het leven daar eigenlijk? Hoe zichtbaar zijn de sporen er nog van kolonialisme en slavernij? En hoe vrij zouden deze jongens met hun queerlevensstijl zich er voelen? Aanstaande zondag 3 juli om 2:30 in Studio De Bakkerij. En op zaterdag 9 juli om 8:00 in Theater Zuidplein, de theatervoorstelling Naar Paramaribo. Voor meer informatie en kaartverkoop ga naar degemeenschap.nu of direct bij het theater. De theatervoorstelling Naar Paramaribo. Aanstaande zondag 3 juli om 2:30 in Studio De Bakkerij en op zaterdag 9 juli om 8:00 in Theater Zuidplein in Rotterdam. Voor meer informatie en kaartverkoop ga naar degemeenschap.nu of direct bij het theater. En het heeft natuurlijk ook heel veel te maken met het koloniaal verleden, zoals we zeggen. En dat voert ons altijd terug naar Paramaribo. En als ik het heb over naar Paramaribo, heb ik ook letterlijk contact opgenomen in Paramaribo met Kevin Klein. Kevin, goedemiddag voor jou daar. Hoor je mij goed? Yes. Goedemiddag, ja, ik hoor je goed. Oh, prachtig. Mooi. Ja. Dat is altijd goed om een goede verbinding te hebben. Kevin, welkom bij Stoomvaste Radio. Ik bel jou naar aanleiding van de theatervoorstelling Naar Paramaribo. Die is eerder behoorlijk succesvol gebleken en werd veel over gesproken. Wat kan je me een beetje vertellen over de voorstelling? Naar Paramaribo, dat is een voorstelling die we hebben gemaakt vorig jaar in september. Dus we zijn al een tijdje aan het toeren. En de voorstelling is gemaakt, dus er zijn drie acteurs spelen mee, waaronder ik en nog twee collega-acteurs. En het is een voorstelling met een autobiografische bodem, maar de schrijver Rob de Graaf die heeft vanuit onze levens inspiratie genomen om daarvan een verhaal te vertellen. Bijvoorbeeld mijn eigen verhaal, ik ben op mijn 19e verhuisd van Paramaribo naar Amsterdam, omdat ik naar de toneelschool ging. Dus ik heb een beetje ingewikkelde relatie met Suriname, want mijn ouders wonen hier. Maar tegelijkertijd kon ik me niet echt aarden in Paramaribo, want ik wou de wijde wereld zien. Dus dat verhaallijntje heeft de schrijver ook. Dat komt ook in de voorstelling voor, die thematiek. En het inheemse vraagstuk is het ook in de voorstelling, wat niet zo vaak verteld wordt. Mm-hmm. En die hebben we ook in de voorstelling, wat ik heel mooi vind, dat ook echt een mooie plek krijgt. Dus het is een voorstelling met verschillende perspectieven die ogenschijnlijk met elkaar botsen. Maar het wordt niet ingelost. Het publiek, we leggen iets neer en het publiek gaat, de voorstelling gaat, het gesprek gaat eigenlijk door na de voorstelling in de foyer. Dus dat is een beetje wat ik kan vertellen over de voorstelling. Ja, wat ik me kan voorstellen is ook dat ook heel veel mensen, zowel in Suriname als in Nederland en misschien elders ter wereld ook hoor, zich heel erg kunnen vinden in de opvoering natuurlijk, maar ook in het verhaal. Want als we teruggaan naar jouw persoon zelf, die transformatie vanuit Nederland, Suriname, Nederland en weer terug, het theater ingaan. Hoe heb je dat allemaal een beetje beleefd? Wat je zegt, is eigenlijk een universeel verhaal van je thuisbasis laten en ergens aan toe gaan. En hoe ik het zelf beleefd heb, verhuizen van Paramaribo naar Amsterdam. Ja, het ding is, ik wou altijd heel graag acteur worden. Dus ik zat hier op de jeugdtheaterschool van Helen Kamperveen, ik weet niet of je haar kent. Van gehoord, ja. Ja, dus ik ging toen, mijn halfzus, die woont in Rotterdam toevallig, en die ging toen trouwen. Dus toen ging ik met mijn ouders daarheen voor de bruiloft. En toen waren toevallig audities voor de toneelschool. En toen ging ik auditie doen en ik werd aangenomen. Dus toen was het voor mij een reden om naar Amsterdam te verhuizen. Het is niet zonder slag of stoten gegaan, want we spreken dezelfde taal, maar de culturen zijn toch enorm verschillend. Enorm, enorm. En ja, ik kan me ook voorstellen dat je bent hier eigenlijk op doorreis, op vakantie moet ik zeggen dan. En ik ben nu in Suriname op vakantie bij mijn ouders, ja. Nee, inderdaad, maar toen zeg maar was je hier op vakantie. Ja, dat klopt. Je solliciteert, je wordt aangenomen, maar daarmee wil nog niet zeggen dat je de Nederlandse nationaliteit hebt. Nou, ik heb wel de Nederlandse nationaliteit via mijn vader. Oh, dus oké. Ik ben wel hier geboren, opgegroeid.
Maar mijn vader die heeft de Nederlandse nationaliteit, omdat die op Curaçao was geboren. En die vond het altijd belangrijk dat wij die zouden behouden, zodat we meer opties zouden hebben als we wouden gaan studeren of dingen zouden gaan doen. En het grappige is, ik ben hier geboren, nooit ergens anders gewoond. Maar elk jaar aan de vreemdelingendienst om een verblijfsvergunning aan te vragen in het land waar ik ben geboren. Maar dat vond mijn vader, dat vonden mijn ouders heel belangrijk, dat we altijd die optie hadden. Nou, dan mag je echt ook wel heel erg je ouders dankbaar zijn, denk ik. Mijn ouders zeer dankbaar, ja. Dan heb je een heel stuk overgeslagen. Want als je dan ook nog eens een keer voor de nationaliteit moest gaan opteren, dan zou het nog een aardige weg zijn. Maar vertel, zeker, toen ben je aangenomen. Hoe is dat gegaan? En hoe lang is dat geleden ongeveer? En wat heb je allemaal vanaf die tijd zo'n beetje gedaan als acteur? Ik ben in 2014 begonnen met de toneelschool. Ik kwam daar op school, vanuit Paramaribo, met een zwaar Surinaams accent. Dat is er weinig van over nu. Want op school vonden ze het belangrijk dat iedereen hetzelfde sprak. Dus ook al kwam je uit Limburg of uit België, ik leerde dat algemeen Nederlands accent. Dus in het begin heb ik dat heel lang geleerd, spraaklessen. En toen kwam ik terug op vakantie in Suriname. Toen zeiden die mensen tegen me, jongen, beter begin normaal te praten hoor. Want je denkt dat je geweldig bent. Want ik kwam zo met zo'n bakkeratong opeens op ze. Je gedraaide tong. Ja, gedraaide tong. Maar ja, ik kan altijd weer switchen. Als ik in Suriname ben met mijn ouders, praat ik weer een beetje met het Surinaams accent. Maar het is wel, ik wil niet altijd de Surinaamse jongen spelen op toneel, zeg maar. En, dus toen heb ik die 4 jaar gedaan op de toneelschool. Toen ben ik afgestudeerd in 2018. Toen ben ik al redelijk snel aan de slag gegaan. Ik heb met Adelheid Roze gewerkt. Sowieso? Daar heb ik 2 keer mee gewerkt. Werk ik nog steeds mee af en toe. Met Dood Paarden, dat is een toneelgroep in Amsterdam, heb ik gewerkt. Ik heb twee kleine rolletjes in een film gespeeld. In Vliet op Cuba en een serie Ik weet wie je bent. En bij de gemeenschap waar ik dus nu die voorstelling speel, heb ik al 1 keer eerder gespeeld. En waarschijnlijk speel ik volgend jaar ook weer daar. En komende herfst ga ik een grote musical doen voor het eerst. Charlie in the Chocolate Factory ga ik doen. Hey, wauw. Dat is een van mijn favoriete jeugdfilms. Nou, kom kijken. Ik sta in Oude Luxor in november, daar in Rotterdam. We praten niet over die voorstelling, ja. Nee, het maakt niet uit. Ik ben toch geïnteresseerd in de persoon met wie ik spreek op het moment. En ik denk aan die grote mooie Chocolate Factory. Gaan jullie dat op het podium ook doen? Dat nabouwen? Wat zei je? Nog 1 keer? Ja, ik zeg, gaan jullie dat helemaal nabouwen, zeg maar, in de musical? Oh ja, nee, volgende week begin ik daarmee met repeteren. En er komt een gigantisch decor. En dat ga ik 8 maanden doen. 8 maanden ben ik daarmee zoet. Dus het is een heel nieuwe uitdaging voor mij, want ik heb nog nooit zoiets groots gedaan. Want normaal speel ik alleen toneel, dus teksttoneel en een beetje ander soort voorstellingen dan een musical. Die ligt heel erg voor de hand wat het verhaal is. En bijvoorbeeld de voorstelling als Naar Paramaribo, die is iets abstracter en er gaat iets meer diepgang zitten erin. Dus, dat is een leuke uitdaging. Ja, en voor dat specifieke, hè, Naar Paramaribo, daar zit je bij het juiste radiostation. Je zit bij Stanvaste met meer dan 100.000 luisteraars wereldwijd die allemaal die band hebben met Paramaribo. Ik heb een beetje het verhaal doorgelezen. Hè. Jullie zitten dan op een flat waar de thermostaat altijd 25 graden staat. En de Hollandse koude regen die klettert tegen de ramen. En dan komen jullie verhalen. Want dan gaan jullie praten over bijvoorbeeld het koloniaal verleden. Hoe gaan zulke gesprekken? Want dat kan aardig oplopen, toch? Ja, zeker kan het aardig oplopen. Maar Floyd speelt ook mee. Die is een witte Nederlandse jongen. Die is nooit naar Suriname geweest. Maar die wil heel graag naar Suriname. Want die heeft een exotisch beeld van Suriname. Dus via hem komen ook vooroordelen over Surinamers bestaan en Suriname in Nederland. Hij is eigenlijk daarvoor de spreekbuis. En ik zeg dan weer hoe het nou hier zit, hoe bepaalde dingen uit het koloniaal verleden door zijn hebben gewerkt in het onderwijs ook. Hoe religie nog, het christendom heel invloedrijk is hier in Suriname. En de ingewikkelde band met Nederland, dus het afstoten en terugtrekken.
Dus dat komt allemaal langs in de voorstelling. En omdat ik hier heb, ik heb 19 jaar gewoond, dus ik heb Suriname helemaal ervaren, zeg maar. En ik kan precies zeggen hoe complex het is, hoe een complex land het is, mede door de koloniale geschiedenis. En de uitwerkingen die het nog heeft tot de dag op vandaag. Ja, ja, en als je op dit moment werkzaam bent in Nederland en op vakantie in Suriname, het is 2022. Hoe kijk je nu tegen de situatie aan? Verandert het? Gaat het niet veranderen? Blijft het een beetje hangen? Nou ja, kijk, wat ik schrok wel toen ik terugkwam. Het land is ook mede door de politieke situatie en door COVID is het land economisch heel erg achteruit gegaan. Ja. Dus daar schrok ik echt enorm van. Toen brak mijn hart wel echt een beetje. En je merkt dat de sfeer iets minder is dan de tijd dat ik hier opgroeide. Kijk, ik heb een heel bevoorrechte positie. Het is echt, daarom ben ik mijn ouders mijn hele leven dankbaar dat ik die mogelijkheid heb gehad, dat ik het geluk heb gehad om in Nederland te studeren en dat ik deze mooie voorstellingen kan maken over dingen die ik belangrijk vind. Het ding is, ik vind het heel moeilijk, want mijn ouders wonen hier en mijn hart ligt op een soort manier toch in Suriname. Ik kan je heel goed begrijpen, hoor. Ja. Maar tegelijkertijd sluit Amsterdam heel erg aan bij de persoon die ik wil zijn, die ik ben. Want in de voorstelling komt ook het thema homoseksualiteit voor. Ik ben zelf homoseksueel. En dat was in Suriname toch wel ligt iets moeilijker, ligt iets gevoeliger, ligt iets ongemakkelijker hier. Mm-hmm. En ik woon in Amsterdam, daar ben ik gewoon mezelf. Ik kan doen wat ik wil zonder dat iemand daar iets van vindt. En in Suriname is het toch altijd, alles moet binnen huis blijven. Gisteren was ik nog met mijn ouders aan het praten en die zeiden, niet te luid, de buren horen alles. Dus dat soort dingen heb je hier in Suriname. En aan dat soort dingen kan ik mij niet nestelen of zo. Ja, dus zo'n afstoot en terugtrekken met Suriname voor mij. Ja, dat stukje kan ik begrijpen. Dan gaan we even terug naar de opvoeringen. Want daar hebben jullie deze verhalen eigenlijk een beetje bij elkaar gevoegd. En als je bijvoorbeeld kijkt naar de verschillen tussen een Amsterdam en een Suriname. Goed, dat zijn verschillen, ook qua je seksuele geaardheid. Maar toch merk ik bij jou dat je toch nog echt ontzettend veel passie hebt voor Suriname en dat je hart daar ligt. Dus hoe ga je daarmee om? Hoe ga ik daarmee om? Door dit soort voorstellingen te maken. En we zouden die voorstelling eigenlijk ook in Suriname spelen. Want het is een beetje een kritische voorstelling. Maar ik geloof heel erg dat kritiek hebben op de cultuur en je land ook liefde hebben is voor je land. Want als we elkaar een spiegel durven voor te houden, dan kunnen we pas groeien als bevolking. Ja. Dus eigenlijk door deze voorstelling, en ik had ooit dit thema rondom die voorstelling met een gedropt bij de schrijver Rob de Graaf, die is best wel een gerenommeerd toneelschrijver. Die heeft al heel veel toneelstukken geschreven. Een Nederlandse toneelschrijver ook, dus die heeft eigenlijk niets met Suriname. Maar ik en een toenmalige vriend van mij, die is helaas overleden, die zou ook meespelen met de voorstelling, hadden als een grap het idee gedropt, Rob, het is superleuk als jij een voorstelling schrijft over Paramaribo. En dat heeft hij ook echt gedaan. En dat heeft hij ook te gek gedaan. Dat heeft hij echt geweldig geschreven, alsof die man zelf hier is geboren. En hij heeft mijn eigen verhaal zo mooi op papier gezet. En een verhaal daarvan gemaakt, want het is ook heel veel fictie. Dus door dat soort dingen eigenlijk, door met gerenommeerde theatermakers, Nederlandse theatermakers, te verbinden met de thema's die belangrijk zijn in mijn leven, zo uit ik mijn passie voor Suriname. En ik wil heel graag ook iets nog met theater doen hier in Suriname, maar dan moeten we nog even kijken hoe en wat, want je zit met geld en het geld gaat niet komen uit Suriname en dan moet je op subsidies in Nederland wachten. Dus dat is gewoon een... Maar ik denk, dat altijd wel borrelt in mij. Ja. Ik denk ergens, als ik zo naar jou luister, dan is dat, is dat jouw missie. En waar een wil is een weg, zeg men. Hè? Ja, nee, dat is zeker zo. En ik denk, als ik zo naar jou luister, dan hoef je niet per se... Het maakt niet uit wat voor seksuele geaardheid je hebt, maar die verbinding in het verhaal tussen Suriname, Nederland en hoe dat allemaal ontstaan is. En het zijn twee verschillende werelden waar wij allemaal mee te kampen hebben, waar wij allemaal mee te dealen hebben. Want in Suriname zijn we buitenlands, in Nederland zijn we buitenlands. Ja, precies. Dus je moet altijd op zoek gaan naar je eigen ik. Ja, dat is het ook. Dus ik, ik,
eigenlijk, als ik persoonlijk vanuit mij praat, zie ik mezelf als een wereldburger. Maar ik kan niet ontkennen dat Suriname mij gevormd heeft. Snap je? Hier is mijn referentiekader tot stand gekomen. En in Nederland ben ik volwassen geworden. Dus, maar toch, door dit soort, omdat ik zo in Suriname en Nederland, zo dat die ingewikkelde relatie, omdat ik daarin beweeg, zeg maar, of me heb bewogen, heb ik voor mijn gevoel ben ik dan zo. En ik zie mezelf nu echt als een wereldburger, echt als een mens. Dus je moet je eigen thuis creëren waar je ook bent. Omdat wat ze zei, hier ben ik ook een. Ik kom hier met een Nederlands accent nu. Mensen denken gewoon, ja, je woont in Nederland. Wat kom jij hier zeggen over hoe het gaat en reilt en zeilt in Suriname? En in Nederland ben ik ook gewoon een zwarte buitenlander, een immigrant. Dus ik heb eigenlijk geen enkel plek op de wereld waar ik echt, echt helemaal thuis ben. Ja, als je bijvoorbeeld kijkt naar Nederland, hè, dan heb je toch wel misschien op andere migratiegroepen heb je toch enig voorsprong vanwege de taal. Hoe voel je je als Surinamer in Nederland? Hoe voel ik me als Surinamer in Nederland? In de eerste instantie denk ik, oh, Nederlands, grappig. Ik voelde me gelijk thuis toen ik pas daar kwam wonen. Maar het was echt een worsteling, ook door die toneelschool. Ik zat alleen met witte kinderen in de klas. Het was echt een beetje moeilijk om te wennen aan een individualistische cultuur, dat iedereen, zeg maar, je redt je eigen hachie, zeg maar, dat is het een beetje. Mm-hmm. Het rendement denken, dat heel snel, het is zo, werk, bevolking, daar moest ik echt aan wennen, want in Suriname is alles toch iets relaxter, de voordelen en nadelen. De Surinaamse tijd bijvoorbeeld? Ja, de Surinaamse tijd, maar ja, ik heb hier in Suriname heb ik nog nooit gehoord dat de leeftijdsgenoot van mij een burn-out heeft gehad. Dat hoor je hier niet. En in Nederland hoor ik dat de hele tijd, heel vaak, mensen in mijn nabije omgeving die burn-outs krijgen of depressief zijn. Ik heb er toch, denk ik een redelijke verklaring voor, hoor. Maar dat zou mijn verklaring kunnen zijn. Ik bedoel, in Suriname is het toch wel zo dat als je na het werk naar huis gaat, dan is er altijd nog wel wat te doen. Is er nog wat te beleven? Kan je nog even ergens naartoe? En hier merendeels van de tijd in Nederland na je werk, dan ga je naar huis. Dan is het klaar. Ben je op. Ja, precies. Zo is het. En dan is het meestal in de winter al donker. Hoewel, ik heb net iets anders dan, want ik heb een heel diverse groep vrienden, dus ik leef toch een beetje Surinaams in Amsterdam. Als ik klaar ben met werken, ga ik toch wel even borrelen of bij een vriend van me thuis. Okay. Dus daar heb ik wel geluk in met mijn vrienden. Maar zo is het wel, ja. Dus daar moest ik wel echt aan wennen toen ik pas kwam. Aan dat het zo werken is tot 5 en dan naar huis en dan is het koud en donker. En die cultuur, ik voelde me vroeger dus hier in Suriname ben ik gewend, na school. Dat ik iedereen groet elkaar. Oké, tot morgen. Dag Sharon, dag Denzel of wie dan ook. En hier in Nederland, school is klaar. Iedereen fladdert weg, doet eigenlijk. Dus daar moest ik echt aan wennen. Ik dacht, hè, maar we hebben net de hele dag op school gezeten. We hebben leuke gesprekken gehad. Je gaat toch even afscheid nemen. Even de tijd nemen om afscheid te nemen. Maar hier is het ieder voor zich. Ja, dat is het. Dus daar moest ik echt aan wennen. En ik heb me aardig kunnen aanpassen aan de maatschappij daar, omdat je moet daar echt aan wennen, je moet je een beetje aanpassen eraan, anders word je echt doodongelukkig in Nederland. Nee, maar ik vind het prachtig om het zo te horen, allemaal van jou. Wat kan je me een beetje vertellen over je collega's en over hoe jullie, zeg maar, deze fase samen doormaken van opleven naar de theatervoorstelling, zeg maar? Ja. Mijn collega's, ik heb Floyd Koster. Ik heb al eerder met Floyd gewerkt. Hij is echt een fantastisch acteur. Echt een schat van een jongen ook. Heb ik al eerder gespeeld in een voorstelling met hem. En ja, hij heeft de toneelschool in Utrecht gedaan. Die is al een tijdje ook aan de slag. Die heeft voorstellingen gespeeld. Heel veel jeugdvoorstellingen heeft hij gedaan. En dat een beetje. Floyd Koster, die is gewoon echt een geweldige acteur. Hij is heel grappig ook, dus ik zou ook, als hij niet voor mij komt, kom zeker voor hem. En dan hebben we Dwayne Toumere. En Dwayne die komt van een meme-opleiding, dat is een fysiek theateropleiding. En hij is toevallig nu ook de nieuwe artistiek leider van een meme-opleiding. En Dwayne die is ook van Surinaamse komaf, maar die is opgegroeid in Rotterdam. Is hij opgegroeid, ja. Mm-hmm. En hij is hij heeft een inheemse achtergrond ook. Dus Amana Ingi. Amana Ingi, ja.
Dus via hem komt die Ingi vraagstukken komen dan op het podium. Okay. Hij is daar voor de spreekbuis, ja. Mooi. En we zijn allemaal homoseksueel, want dat is ook een thema dat zeg maar door de voorstelling heen gaat, het speelt. Dus ja, dat is het ook eigenlijk. Omdat het in Suriname gevoelig ligt, is het ook... Ik vond het in ieder geval heel belangrijk om dat heel bespreekbaar te maken in de voorstelling. Ja, denk je dat het anno 2022 nog zo gevoelig is als, laten we zeggen, een tijdperk van 20 jaar geleden of zo? Nou, niet zo gevoelig. Kijk, het gaat hier in Suriname al iets beter. Je hebt zo die Pride Month, heb je hier, een Pride Maand ook. En mensen durven steeds met zichzelf te zijn. En kijk, Suriname, het valt eigenlijk echt mee als je het vergelijkt met een Guyana of een Jamaica en dat soort dingen. Bijvoorbeeld, mensen worden hier niet vermoord of zo. Maar er is wel een soort, ja, een ongemak rondom dat soort dingen. Omdat de merendeels van de mensen is religieus. En in de kerk wordt geleerd, dat is zonde. En ga je naar de hel. Dus er is gewoon een soort ongemak. Je wordt hier niet 100% geaccepteerd in alles wat je doet, wie je bent. En zeker niet als je euro's hebt. Zeker niet als je euro's hebt. Ja, denken mensen gelijk dat je rijk bent. Moet je alles betalen. Nee joh. Maar nee, ik kom hier echt niet om geweldig te doen. Maar toch, mensen, dat is wel vervelend. Als je in Nederland komt, dan denken mensen gelijk, plakken ze dat gelijk aan je. Alsof je denkt dat ik geweldig... Snap je, ze hebben het idee dat ik denk dat ik geweldig ben, dat ik rijk ben. Dat ik niets mag zeggen over hoe het gaat hier, omdat ik het allemaal... Ze hebben geen idee van je struggle. Nee, zeker niet. Ik bedoel, Nederland is echt niet... het is keihard werken. Ik woon in Amsterdam, de huur is zo hoog. Het is echt... het is alweer een ander soort struggle, snap je? Dus ik vind dat Surinamers daarin iets meer moeten chillen, zeg maar. Nee, absoluut. Ik begrijp het heel goed. Je krijgt ook altijd het verhaal van... Ja, maar onze salaris is... Moet je niet vergelijken met jullie salaris daar. Nee, moet je niet vergelijken. Maar lasten in Suriname moet je ook niet vergelijken met je vaste lasten in Nederland. Nee, joh. Het is echt niet mijn dingen in perspectief plaatsen. Ja. Nee, mooi. De eerste voorstelling is straks in Studio de Bakkerij. De tweede is in Theater Zuidplein. Wat wil je de luisteraars vooral meegeven? Wat ik de luisteraars wil meegeven? Ten eerste, kom echt naar de voorstelling kijken. Het is een bijzondere voorstelling. Ook al heb je niet zoveel met Suriname. Het is een best wel universeel thema. Dus de migratie en de ingewikkeldheid met een land waar je ooit vandaan komt. Ik denk dat over... Ja, ik denk dat het een best universeel thema is waar heel veel mensen zich mee kunnen verbinden. En er zijn heel veel thema's in het stuk waar mensen zich mee kunnen verbinden. Er is ook iets met liefde erin, over je niet thuis voelen ergens. Of ergens naartoe willen, omdat je niet op je plek zit. Dus kom vooral kijken en kom gezellig een drankje doen met mij in de foyer. Ik praat echt heel graag na over de voorstelling en ik zie ernaar uit om mensen te ontmoeten die mij op de radio hebben gehoord en die de voorstelling hebben gezien. Dus ik hoop dat het vol zit komende zondag om 2:30 in de Studio de Bakkerij. Dat wou ik ze nog meegeven. Ja, als ik zo naar je luister, dan wordt het een fijn gesprek en leuke ervaringen om te delen. Even iets minder leuks om mee af te sluiten. We zijn in de week in aanloop naar 1 juli, Kitty Kutty. Daar zijn we ontzettend veel mee bezig als gemeenschap. Je hebt dan natuurlijk het gedeeld verleden, gezamenlijke toekomst. Het slavernijverleden. Hoe kijk je daarnaar als jongen van Surinaamse afkomst? Hoe ik daarnaar kijk? Ik denk, je zei net gedeelde geschiedenis. Ik denk sowieso, het is... wat ik belangrijk vind is dat Nederlanders, dus de witte Nederlanders ook, dat meer gaan zien als hun geschiedenis ook. Want nu lijkt het, nu is het nog steeds dat het iets is van de zwarte Nederlanders, dus de Surinamers en de Antillianen. En ik vind het belangrijk dat de witte Nederlander dit ook, zeg maar, gaat accepteren en omarmen als hun geschiedenis. Dat we dit allemaal samen, samen dat gesprek echt kunnen gaan voeren. En dat het niet bij ons blijft, maar dat het iets van ons allemaal is dat mis was in die tijd. En dat we daar nu gezamenlijk, ik zeg altijd, de wereld is niet zwart of wit, de wereld is grijs. We moeten allemaal naar het grijze gebied en daar moeten we gesprek voeren en daar ontmoeten we elkaar. En vanuit daar kunnen we, zeg maar, vertrekken en dan groeit er een nieuwe boom, een fijne boom, waarin we allemaal het gelijke recht hebben en een fijne toekomst tegemoet gaan. Nou, prachtig. Zo zie ik het, ja.
prachtig om mee af te sluiten. Ik constateer ook hedendaags 2022 heel veel dat er vanuit de Nederlandse politiek toch wel moeite wordt gedaan. Aanstalten, fondsen, dergelijke projecten, handreikingen. Om vanuit onze gemeenschap, hè, vanuit de Surinaamse gemeenschap initiatieven naar boven te halen. Om zeg maar die geschiedenis tentoon te stellen aan de rest van de gemeenschap. Dus daar ben ik wel blij mee. Het is in ieder geval een begin. Het is in ieder geval een begin. En een vriendin van me hier zei in Suriname, die zei toevallig iets wat ik heel goed vind. Ik weet niet of het controversieel is. Maar ze zei eigenlijk moet Nederland voor elke Surinamer een soort van DNA-test betalen. Omdat heel veel Surinamers weten niet waar ze vandaan komen. Je weet niet wat je familieachtergrond is. Je weet niet waar in Afrika je familie is ontstaan. Dus dat is ook iets wat, zeg maar, waar mensen bewust van moeten zijn. Dat bijvoorbeeld die witte Nederlanders, Jan, Kees, Willem en zo, die hebben hele familielijn. Ze weten dat ze uit Duitsland komen, Noorwegen, weet ik veel. Maar wij weten heel vaak niet waar onze familie vandaan komt of wie wij zijn, wat het fundament is van onze afkomst. Dus ik denk dat Nederlanders zich daar ook bewust van moeten zijn. Een brainwave die ik zei. Zeker wel, daar heb je recht op als mens. En inderdaad, we zijn in de geschiedenis allemaal een beetje uit verband getrokken. Ja. Nederland heeft zich mooi opgebouwd en daar mogen we inmiddels allemaal goed gebruik van maken in de maatschappij. Tenzij je hard werkt hoor, je moet er hard voor werken. Ja. Maar inderdaad, zou je uit die welvaart natuurlijk ook een stukje mogen krijgen om je eigen identiteit te onderzoeken. Mensen onderschatten hoe eigenlijk belangrijk is om te weten wie je echt bent in de totaliteit. Wat voor meerwaarde dat heeft eigenlijk. Mensen onderschatten dat heel vaak. Is dat misschien, of echt de laatste vraag op dit moment hoor, is dat misschien ook een beetje de reden waarom jullie gaan naar Paramaribo? Hoe in dat stuk bedoel je? Ja, dat jullie een beetje op zoek gaan naar jezelf, je roots. Eigenlijk al die personages gaan op zoek naar iets anders. Ze willen naar Paramaribo voor iets anders. Ik weet niet of mijn personage zozeer echt naar Paramaribo wil. Maar die van Floyd bijvoorbeeld, die is een witte Nederlander en die denkt iets daar te vinden. En Dwayne, die is vooral, het personage van Dwayne is vooral benieuwd naar zijn voorouders. En dat bijvoorbeeld dat de inheemse bevolking heel, zeg maar, gewoon altijd in het bos heeft geleefd. Toen er komen witte mensen en opeens kregen bomen namen. En hoe de inheemse bevolking hier ook echt eigenlijk op de laatste plek staat. Want dat moeten we niet vergeten. Want nog die steeds, hebben ook, ja. Ja, dus dat is echt een ondergeschoven kindje, zeg maar. Of is dat een goede uitdrukking? Maar dus het gaat heel erg over identiteit. En naar jezelf zoeken. En denk jezelf te vinden in een land. Daar gaat de voorstelling heel erg over. Ja, dat wil ik net zeggen. Laten we dan niet te veel vrijgeven meer. Zeker. Anders ga ik hier de hele voorstelling uitleggen hoe het van begin tot eind loopt. Laten we vooral de luisteraars triggeren om daar naar de studiobakkerij voor te gaan. En in een later traject, volgens mij 9 juli uit mijn blote hoofd. 9 juli in Zuidplein. Theater Zuidplein. Dus jullie hebben ruim de tijd, lieve mensen. Ga daar naartoe en maak het mee, zou ik zeggen. Kevin, ik ga je nog heel veel succes toewensen met... Dankjewel, Ray. Straks moet je afscheid van je ouders nemen en noem maar op. Ik weet allemaal hoe dat gaat. Dan ga je weer Adjossi draaien. Ja, precies. En vroeger in SLM draaide ze Adjossi toen een vliegtuig in taxi naar de baan. Ze gaan alleen maar janken. Ja. Maar dat is altijd een pijnlijk... Nou, een licht verdrietig moment als ik weer weg moet uit Suriname. Dat is wel even een traantje wegpikken. Maar komt goed, ik ga nog hier genieten van de zon. En ik vond het een heel fijn gesprek, Ray. En ik hoop de mensen in de zaal te zien. Dat gaat zeker gebeuren. Kevin, tamboem. En we spreken elkaar. Heel veel succes. Ja, grand tangi. Dikke nitty sweetie. Amboem, oké. Doei. Ga niet naar Antarctica en ook niet naar New Mexico. Nee, niet naar Noord-Amerika. Wij gaan naar Paramaribo. Ik ga zo, jij gaat zo. Wij gaan sowieso Paramaribo. Paramaribo. De
vel, je voelt geen kou. En niemand zegt wat je moet doen. Aan eten is er nooit tekort. Van kip houdt men het meest. Genot is nationale sport. En altijd is er ergens feest. Ik ga zo, jij gaat zo. Wij gaan sowieso. Tram. Ik zit daar straks, wie doet me wat? En ben je queer? Dat maakt niet uit, men heeft daar vrede mee. Die liefde is daar heel gewoon. Je voelt je hart, dat is oké. Ik ga zo, jij gaat zo. Wij gaan sowieso. Parama, Maribo. Paramaribo. Ik ga zo, jij gaat zo. Sowieso Parama, Maribo. Naar Paramaribo. Met jou gedeeld. Je luistert naar Standvaste Radio. Heb je ons gemist? Check ons op standvasteradio.nl.